Welkom in Nuenen. Hier is CCM, Center for Concepts in Mechatronics, gevestigd. Henny van Doornen, directeur van CCM. Wat voor bedrijf is CCM? CCM is een fantastisch mooi bedrijf. De mechatronica parel van het zuiden. Wanneer en hoe is CCM ontstaan? Ja, CCM is 40 jaar geleden ontstaan. Opgericht door professor Horowitz, de uitvinder van de Filischeef. En wie zijn de opdrachtgevers? Waarvoor voert u de opdrachten uit? Er zijn een aantal klanten. Ik kan misschien beter wijzen op de branches waarin we actief zijn. Dat is de Semicon. Dat is machines voor de productie van computerchips. Ook medische testapparaten. Ruimtevaart, voor biologische experimenten in de ruimte. En image and printing. Dat zijn zo de hoofdgebieden waar we actief zijn. Naast dat jullie voor opdrachtgevers werken, doen jullie ook aan eigen onderzoek en ontwikkeling. Wat is het belang daarvan voor CCM? Wij hebben inderdaad een programma om eigen producten te ontwikkelen. En het belang daarvan is dat we op de wat langere toekomst wat onafhankelijker willen zijn van onze huidige opdrachtgevers. Maar je moet het wel zien als een aanvullende activiteit om daarmee een extra fundament te hebben voor simpelweg het verdienen van onze boterham in de toekomst middels het vermarkten van die eigen producten. En kunt u daar wat voorbeelden van noemen? Ja, we hebben een drietal gebieden waar we daar op focussen. Dat is biomedische diagnostic equipment. Daarnaast ook nog image and printing. En dat betreft de substraathandeling. En in de aandrijftechniek onze vliegwieltechnologie, waar we al wat langere tijd mee bezig zijn.